Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 21 juli 2016. Dit is het bulletin van donderdag. In deze uitzending is een mosse en er is een plaatje in PD90. Je kunt, zoals ik vaker zeg, de beelden ontvangen door de microfoon van je smartphone voor de ontvangerluidspreker te houden en de app Robot 36 bij Android te gebruiken en CQ-SSTV bij iOS. Als eerste vandaag het bericht waar de amateurs vandaag mee werden verrast. Alle 3200 amateurlicenties in Turkije zouden zijn ingetrokken. Latere berichten spraken zelfs van 19.000 vergunningen. Voor de goede orde, Turkije kent, als ik goed ben ingelicht, ruim 2500 centamateurs met een vergunning. Ook op enkele andere punten rammelde het bericht dat in de loop van de dag bijna internetbreed werd overgenomen. Een groot succes voor de anti-Erdogan propagandisten, want hoe je ook over de huidige Turkse regering denkt, het bericht is, nagenoeg zeker onwaar. Het is niet waar, zo melden ook verschillende betrouwbare bronnen, waaronder de Turkse amateurvereniging. We zijn gewoon in de lucht, zo schrijft TA3J op verschillende plekken op internet. Goedemorgen vanuit Turkije, geen correct nieuws, het leven gaat hier zoals normaal. Groeten van TA1ED. Aziz Zaza, TA1E, de voorzitter van de amateurvereniging en IARU-lid TRAC, die schrijft: er zijn geen amateurlicenties ingetrokken in Turkije en zendamateurs maken als normaal verbindingen. De berichten over het intrekken van amateurlicenties door de Hoge Raad van Radio en Televisie, RTUK, zijn onbevestigd en speculatief. RTUK is niet de organisatie die over de amateurmachtigingen gaat. Wij vinden hier dat het tegen de ethiek van de amateurwereld ingaat om onbevestigde berichten met elkaar te delen. En dat zeker in gevoelige tijden zoals nu. We roepen iedere zendamateur op om het delen van onbevestigd nieuws en speculatie te voorkomen. Aldus de voorzitter van de Turkse amateurvereniging. En TA2EE die schrijft: het intrekken van de amateurlicenties in Turkije gebeurt gewoon niet. Je moet natuurlijk altijd op je hoede zijn, ook dit kan propaganda zijn, maar de reacties kwamen al heel vroeg voordat de zaak van de ingetrokken vergunningen viraal werd. Blikseminslag gisteren, woensdag, aan het begin van de avond bij een amateur in Doetinchem. Wim, en dan staan we bij jouw woning. Wat is er gebeurd? Er is een blikseminslag geweest op de zendantenne van mij, van de 72 centimeter antenne. En dat werd een grote knal. Dus... Ik had begrepen dat u de tijden van de inslag boven was. Wat dacht u? Ja, ik dacht, dat is toch gewoon een inslag, want een grote vuurbol en een rookontwikkeling. En toen kwam ik was boven bij het raam daar. En ik keek naar buiten en ik denk, het is op die antenne geslagen, maar het is op die andere antenne geslagen. Mm-hmm. En ik keek naar beneden en toen zag ik ook dat de meterkaster... eruit lag, dat er alles in gruzelementen in de gang lag. Ja. En toen kom ik verder in de keuken en er was al een flinke rookontwikkeling. En toen kom ik ontdekking dat in de gang of in de kelderkas dat daar een begin van brand was. In het huis woedde een klein brandje dat door de amateur zelf geblust kon worden. Buren belden de brandweer en vingen de man die hoorbaar aangedaan is op. Gevreesd wordt dat een flink deel van de elektronica in het huis als verloren moet worden beschouwd. Doordat bij de blikseminslag de meterkast ontplofte, zit het huis daarnaast ook zonder elektriciteit. Het geluidsfragment komt van 112achterhoeknieuws.nl. Ik berichtte deze week al over de Week Signal Dag die op 17 september voor het eerst georganiseerd wordt. Organisatie is in handen van CAMRAS en DKARS in samenwerking met Astron. Het doel is om mensen met interesse voor Week Signal communicatie bij elkaar te brengen en de interesse hiervoor te vergroten. De dag wordt geopend door DKARS voorzitter Dick Harms, PA2DW. Het programma onder voorbehoud omvat verschillende lezingen en er is een discussie hoe de activiteit en het animo voor Week Signal communicatie kan worden vergroot. Lezingen gaan onder andere over satelliet bounce, wat er leuk is aan contesten op VHF, UHF, SHF. En een lezing door Hans Pernel, EHG, over Very Weak Signal en het gebruik van SDR. Mede vanwege de locatie is het nodig om je vooraf voor deze dag aan te melden. Dat kan door middel van een mail aan papa alpha 0 Echo Hotel Golf, dus PA0 EHG, apenstaatje amsat.org. Meer info over de dag is te vinden op de site van DKARS, www.dkars.nl en op verschillende andere plekken op internet. Na al dit serieuze nieuws nog een wat luchtiger bericht. Het is tenslotte komkommertijd. Het bericht komt van radio.nl. Bij de lokale omroep WOS voor het Westland en Maassluis is een man aangehouden tijdens een radio-interview. De man was kort daarvoor door de politie staande gehouden. Hij had een boete gekregen omdat hij geen rijbewijs kon laten zien. Tijdens het interview met verslaggeefster van WOS Radio beledigde de man de dienstdoende agenten door ze bloedhonden te noemen.
De eerste boete die kreeg hij omdat hij niet in bezit was van een rijbewijs. Daarna mocht hij van de agenten ook meteen mee naar het bureau. Daar kreeg hij nog een procesverbaal extra voor belediging. Pokémon. 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 Go. 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 No. Jawel, de eerste Pokémon-cheat die gebruik maakt van de zendhobby is er. Op de site van de RTL SDR-stick wordt de cheat beschreven. Je kunt de game voor de gek houden door de GPS-locatie te spoeven door middel van de GPS-SDR-SIM-software van KD5RHJ en de Hack-RF-software die Find Radio. Het hele verhaal is te lezen op www.rtl-sdr.com en een artikel hierover is te vinden op southgatearc.org. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar xapenstaartje xdv.me.